Ja, goedemorgen. Janne Vereiken, hallo. Hallo. Goedemorgen. En Romeo Vreken. Yes. Voor de boekenkast. Jullie staan er mooi op. We hebben net al enthousiaste recensies over jullie gehoord, de Hackathon Factory. En yes. Jullie gaan ons dus iets vertellen over wat daar nou precies heeft plaatsgevonden. Ja, dat gaan we inderdaad doen. Namelijk filmpje vertellen we jullie wat over de design sprint en het concept dat we ontwikkeld hebben. Maar allereerst even de aanleiding. Het doel van die sprint was het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk. Want onderzoek geeft aan dat ongeveer 40% van de patiënten niet behandeld wordt in overeenstemming met de meest wetenschappelijke inzichten, de meest recente. En het is enerzijds een uitdaging om wetenschappelijke kennis op een snelle en efficiënte manier te vertalen naar de praktijk. En andersom heeft de wetenschap de praktijk nodig voor het genereren van relevante onderzoeksvragen en voor de uitvoering van het onderzoek. Om zo vervolgens weer nieuwe kennis te ontwikkelen en het vakgebied verder te brengen. Nou, en uiteindelijk wil je die kloof natuurlijk verkleinen om behandelingen effectiever, efficiënter, veiliger en patiëntvriendelijker te maken. Kortom, een betere zorg te leveren. En door COVID-19 is die noodzaak om digitaal met elkaar samen te werken en te innoveren alleen maar groter geworden. Maar wat is eigenlijk een design sprint? Dat is een pressure cooker proces waarin je in 5 dagen een oplossing voor een probleem of een uitdaging ontwerpt. En dat doe je met een multidisciplinair team. Wij hebben met verschillende digitale experts en psychiaters gewerkt. En in die design sprint staan de behoeften van gebruikers, in dit geval psychiaters, centraal. We zijn de sprint dan ook gestart met interviews met wetenschappers en klinici om hun behoeften te ontdekken en de context waarin zij werken om die beter te begrijpen. Op basis daarvan hebben we ideeën gegenereerd en een prototype gebouwd. En dit prototype hebben we getest met wetenschappers en klinici. En hun feedback hebben we gebruikt om het concept vervolgens weer verder te verbeteren. Nou, en vanwege de coronacrisis moesten we dit proces online doen. Dus we moesten ook ons eigen werk gaan digitaliseren. Nou, hier in beeld zie je een aantal print screens van het ontwerpproces. Maar nu naar het resultaat. En daarvoor geef ik het woord aan Romeo. Ja, dankjewel Janne. Het resultaat is het platform Science Connecting Minds. En dat wordt het platform wat dé plek is voor innovatie in de psychiatrie door het uitwisselen van kennis en ervaring. En op dat platform gaat regelmatig, en wij hadden in eerste instantie zelfs het idee maandelijks, een interactieve online talkshow plaatsvinden, Science Live. Maar we hebben het concept uitgelegd in een aantal bullets. Allereerst is het platform is uiteraard de content van het congres te vinden. Maar daarnaast wordt ook Science Live uitgezonden. Dat is een interactieve online talkshow over actuele thema's rondom innovatie in de psychiatrie. Nou, top experts vanuit de wetenschap, zowel klinici als wetenschappers, praten kijkers bij over de laatste ontwikkelingen. En dat is geen debat per se of een beschouwing, maar we willen echt een uitwisseling van kennis zien, informatie en ervaring. Het is dus ook niet gericht op losse onderzoeken of paradepaardjes, maar vooral op overviews en de bigger picture. Alle content die we maken, die is later terug te zien en te beluisteren. En ook als podcast terug te vinden. En door het volgen, hij kwam net al terug in de intro, dat die belangrijk is, door het volgen van de content zijn accreditatiepunten te verdienen. En dat doen we door toetsing. Nou, wat we gedaan hebben om het idee te toetsen en om het idee voor te leggen aan een aantal gebruikers is dat we van een aantal belangrijke onderdelen een prototype hebben gemaakt. Dat vertelde Jan net al. En dat prototype gaan we nu aan jullie laten zien. Wat jullie zien is dus een schets. En wat jullie nu op het scherm zien is een mail. En dat is de mail die de bezoekers van het congres krijgen als uitnodiging voor het Science Platform. Hierin staat dan kort uitgelegd wat je kan verwachten als je je aanmeldt voor het platform. En het is zelfs gelukt om in die korte tijd een promo te maken voor de live uitzending. Die is ook nog fictief, dat is nog een schets, maar bevat ook nog de eerste naam die we bedachten, Science Monthly. En die promo willen we nu graag laten zien. Spannend of dat goed lukt op afstand, maar we gaan het nu instarten. Kijk aanstaande 15 juni weer naar Science Monthly. De maandelijkse talkshow over actuele thema's in de psychiatrie. Experts vanuit de wetenschap en de praktijk praten hierbij over de laatste ontwikkelingen. Deze uitzending gaat over machine learning en behandeling van depressies. Machine learning is in korte tijd een hot item geworden binnen de zorg, omdat de vraag naar gepersonaliseerde en proactieve zorg steeds sterker wordt.
kunnen we met gecomputeriseerde analysetechnieken de behandeleffecten bij depressie gaan voorspellen. En hoe gaat dit ons vak veranderen? We gaan in gesprek met Guido van Wingen, hoogleraar neuroimaging in de psychiatrie. Robert Schroevers, klinicus en hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie. En Harm Pieter Spaans, oudere psychiater bij Parnassia. Kijk mee en stel je vragen. Goed, na het zien van deze promo ben je hopelijk enthousiast geworden en wil je gaan aanmelden voor het platform. En dat gaan we straks heel eenvoudig maken voor NVVP-leden. Door een koppeling met het NVVP-ledensysteem kan je inloggen met het bekende account en wachtwoord en kan je dus ook direct aan de slag met het platform. Dan kom je op een homepage terecht en daar zie je de informatie rondom die eerste live uitzending. En dan kan je je aanmelden of doorklikken op content van het platform, bijvoorbeeld uit voorafgaande uitzendingen of het congres. En alles is onderverdeeld in duidelijke thema's. En daarbij kan je aangeven wat je zelf interessant vindt om te volgen. Het platform wil uitdrukkelijk verleiden tot interactie. Je kan een bijdrage leveren door een reactie achter te laten, een case in te brengen of een suggestie te doen voor een onderwerp dat je graag terug wil zien. Via het platform kan je ook de live uitzending volgen. En je kan tijdens het programma ook reageren, net als dat het in dit congresprogramma is, in een Q&A of meedoen aan een poll of een quiz. En we horen bijvoorbeeld van een van onze testpersonen aan wie we het lieten zien, de suggestie om de uitzending te volgen met je hele team. Dus we gaan ook de mogelijkheid inbouwen om te delen met anderen. Het programma is onderverdeeld in een aantal blokken die allemaal samenhangen boven dat overkoepelende thema. En tijdens de speed update, het eerste onderdeel van het programma, praten de experts uit wetenschappen en de praktijk je bij over de laatste ontwikkelingen. Bij elke talkshow is ook een promotiepitch. En daar gaat een onderzoeker in een paar minuten zijn of haar lopende onderzoek toelichten. En met name inzoomen op de betekenis en implicatie van het onderzoek voor de behandelkamer. Nou, ook hebben we een participatieoproep bedacht waarin een wetenschapper bijvoorbeeld een oproep kan doen om deel te nemen aan een onderzoek gekoppeld aan een actueel thema. Je ziet daarnaast welke andere collega's zich hebben aangemeld, zodat je via het platform kan netwerken. Je ziet alle informatie over sprekers, relevante artikelen en links die in de uitzending terugkomen. Nou, die uitzendingen kun je straks, zoals ik al zei, terugzien op het platform, maar die kun je ook terugzien en luisteren als podcast. En zo wordt de auto of luierstoel de ideale nascholingsplek. Zo, Janne. Tot zover het prototype. Ja, dankjewel Romeo. Ja, dit was eigenlijk in vogelvlucht het concept uitgelegd. Ja, mooi. En als laatste wil ik eigenlijk nog zeggen dat we het ontzettend gaaf vonden om met het team samen te werken. Ja. Het is echt te gek dat we met dit platform een bijdrage kunnen leveren aan innovatie binnen de psychiatrie. Volgens mij was het wederzijds. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken, Janne Verijk en Romeo Vreken, voor deze mooie presentatie. En we gaan nog even verder praten met de mensen met wie jullie hebben gewerkt zometeen. Hartelijk dank. Tot ziens. Ja. Dag. Ja, want het was natuurlijk niet een kwestie van hen alleen. Hè? We gaan natuurlijk ook nog eventjes praten met de mensen die meegewerkt hebben. Kim Meijer en Suzanne van Bronswijk. Ja. De lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten zit Kim in. En ook psychiater bij de Bascule. Ik zou zeggen, kom erbij. Ja, kom erbij. En Suzanne van Bronswijk, AIOS bij het MUMC. En ook van de jonge psychiater. Je hebt ze al heel vaak genoemd. Ja. En hier zijn ze dan. Jonge psychiaters. Hallo. Ja, er is een heleboel verteld over dat platform, hè? Ja, ga je gang. Wat is wat jullie betreft nou het meest voorname van dit platform wat gaat helpen naar het doel, die kloof tussen wetenschap en praktijk, te dichten? Ja, ik denk dat het een uitstekende manier is om up-to-date te blijven, zowel voor onderzoekers als voor klinici. Ik denk ook dat het, wat een sterk element is dat je actief kan participeren, dat je casuïstiek kan inbrengen, dat je verdiepende vragen kan stellen. Precies. En ik denk ook dat het een hele leuke manier is om nascholingspunten te krijgen, accreditatiepunten. Het is ook leuk, hè, op deze manier. Precies, ja. En ik denk dat als we dit samen doen, dat we daarmee ook de psychiatrie samen kunnen brengen. Want dat is ook een van de achterliggende doelen van dit platform.
Connecting Minds, dus samen de psychiatrie verder brengen. Ja, precies. Dat is het hele idee erachter. Hoe vond jij het om te doen, dit proces? Nou, het was natuurlijk heel bijzonder. Als psychiater en onderzoeker zit je vaak in voor je gevoel wat meer stroperige processen. Precies. En dit was echt een sprint waarin je helemaal ondergedompeld wordt in het proces. Dus het was voor onszelf eigenlijk ook een heel mooi ontwikkelproces om hieraan deel te mogen nemen. Ja. En ook wel heel inspirerend om zo op een andere manier over het vak en hoe we het vak verder kunnen brengen na te denken. Exact. En jullie hebben natuurlijk ook interviews gedaan, hè? Dus om te achterhalen waar zitten de behoeften nou en wat wil men nou? Wat is je daarin het meest opgevallen, jullie allebei? Ja, wat mij was opgevallen in de interviews is dat dat probleem om up-to-date te blijven, dat bij iedereen speelt. Ja? Ja, en het kennisniveau bij de NVVP is hoog, maar kennis is ook vaak heel gefragmenteerd. En het kost heel veel tijd om van alle onderzoeken op de hoogte te blijven. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, en door dan een overzicht aan te bieden in anderhalf uur in een talkshowvorm, krijg je ook meteen eigenlijk de belangrijkste punten op een bepaald onderwerp opgezomd en een overzicht. En daarbij is ook de vertaling naar de praktijk heel belangrijk. Want dat was iets anders wat ook uit de interviews kwam, was dat die kloof zo groot was. Ja, het werd in het begin ook al gezegd. Precies. Hoe vertaal je het naar de praktijk? Ja, dus, en dat zal ook iets zijn waar veel aandacht aan wordt besteed. Van hoe kunnen we het toepasbaar maken? Ja. En ook van, welke vragen spelen er dan bij psychiaters? Precies. En kunnen we misschien nieuwe onderzoeksvragen formuleren? Ja. En daarin ook vervolgstappen zetten. Exact. Ja. Want een talkshow als vorm, hè? Waarom is dat, denk je, een goede manier? Nou, het is denk ik een mooie aanvulling op bestaande initiatieven en bestaande platforms. Want het is natuurlijk niet alsof er niks beschikbaar is. Het gaat juist om de interactie en de integratie tussen de wetenschap en de klinicus. En ook weer de interactie en de integratie met de deelnemers, wij, vakgenoten. Die graag die kennis ook op een toepasbare manier aangeboden willen krijgen. Ja, ik snap het. Even een gewetensvraag, hè? De onvoorbereid. Maar de jonge psychiaters en jullie zijn dat duidelijk jong. Is er een groot verschil tussen de oude stempel en de nieuwe garde? Kim. Zou de oude garde dit ook hebben kunnen maken, denk je? Ja, zeker wel. Dat is juist het mooie uit die interviews. Ja. Wij vonden het allebei best een beetje spannend om nou een soort van de representanten te zijn van onze vakgenoten in zo'n sprint. En ik vond het echt perfect hoe Jan en Romeo ons ook hebben begeleid. Ja. Om een zo goed mogelijke steekproef van het hele veld te nemen. Zowel in discipline als in de leeftijd en geslacht, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja. Divers. Ja, en je hebt dezelfde behoefte gemerkt en dezelfde bereidheid om dit te gaan uitproberen. Ja, zeker. En wat ook denk ik ook een mooi punt is dat het ook redelijk in anderhalf uur dat je heel veel informatie tot je kan nemen. Maar als je zelfs daar weinig tijd voor hebt, dat je het ook nog terug kan luisteren als podcast of terug kan kijken. Oh, dat is soms heel fijn, hè? Gewoon lekker luisteren, gewoon terwijl je iets anders aan het doen bent. Ja. Wat komt er nog meer? Hè? Wat kunnen we nog meer verwachten? Ja, Besides Life is een heel belangrijk begin, maar is natuurlijk ook wel de start. Hugo refereerde er al even naar. Ja. De bedoeling is natuurlijk dat er van wat ogenschijnlijk simpel lijkt, maar eerder er nog niet was, een promotieagenda. Inzicht in welk onderzoek op dit moment waar plaatsvindt. Het aangaan van samenwerkingen en ook het aanboren van bestaande netwerken als je bijvoorbeeld je ergens aan bij zou willen sluiten. Ja, heel mooi. Nou, ik hoop dat het heel erg mooi wordt. Die eerste keer, hè? Die eerste talkshow, die is wanneer ook alweer? Ja, we hopen dit jaar er nog twee te maken. Dus waarschijnlijk in het najaar kun je die verwachten. De najaars talkshow. En de NVVP-leden krijgen een e-mail. Dus ik zou zeggen, hou je mailbox in de gaten. Het wordt onontkoombaar voor iedereen om te gaan kijken. Goed. En om mee te doen. En om mee te doen. Dat viel me op. Dat het vooral ook op actief betrekken gericht is. Ja. Zoals wij dat ook steeds proberen. Hartelijk dank en mooi project. Ik hoop dat er heel veel gebruik van gemaakt wordt en dat het helpt. Zeker, dank je wel. Dank jullie wel.